zijn niet zozeer niet mee eens dat er geen tunnel zou komen. Maar die beslissing willen we alleen uitstellen. We zouden eerst zien dat het goed onderzocht wordt voordat we die beslissing nemen. Want maken we een goede beslissing door, die tunnel niet te doen, alleen al omdat die heel veel geld kost. Misschien is het uiteindelijk wel een betere oplossing, een verkeersveilige oplossing. Of misschien wellicht de enige oplossing om die knelpunten op te lossen. Dat moeten ze uit dat onderzoek komen. Het kan dus ook wel zijn dat wat het college nu voorstelt, het uiteindelijk wordt. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar misschien komen er ook wel andere punten uit het onderzoek. Andere knelpunten die opgelost moeten worden, waardoor het nog beter wordt. De verkeerssituatie, dat zou ook kunnen. En waarom is het verkeersstromenonderzoek daarbij zo belangrijk? Omdat we nu niet precies weten waar de gasten vandaan komen. Om de bezoekers van Winterswijk komen ze uit Bocholt, Euding, Vreden. Hoeveel komen er daar vandaan? En waar gaan ze parkeren? Waar willen ze eigenlijk heen in het centrum van Winterswijk? En moeten ze heel vaak rondjes rijden of weten ze in één keer de parkeerplaats te vinden? Dus dat zijn allemaal vragen die we toch uitgewerkt willen zien, zodat je kan bekijken van nou stel het worden, zouden we toch autoluw willen maken? Of, want ja, daar zit een van de knelpunten. Dan kunnen we wellicht de auto's via die nieuw te bouwen tunnel leiden. Of misschien toch liever over de Bataafse weg. Is ook geen leuke, fijne weg. Dan moet je maar een nieuw te bouwen tunnel? Dat is dan de verlenging van de Dinkstraat. Dat is de verlenging van de Dinkstraat dan. Maar goed, dat is dus helemaal de vraag. Is dat dan een oplossing als je het Woerden wilt ontlasten? Ja. Of als je het Vrijheidspark wil ontlasten, dan moet je ook die verkeersstroom de andere kant om, moet ook ergens langs kunnen. Ja. Dat moet uitgezocht worden. Ik heb daar ook geen antwoorden op. Nee. Nee, we zijn dus alleen heel blij dat het college toch ingestemd heeft om dat eerst te onderzoeken en dan pas te zeggen, een tunnel is wel een oplossing of is niet een oplossing. Het amendement werd wel bijna de hele raad gesteund. Alleen, er werden nog wel wat verschillende accenten gezet. Ja. Ik proefde toch bij sommige partijen dat ze geen tunnel wilde, maar dan liever een gelijkvloerse spoorwegovergang bij de Dinkstraat. Ja, dat zou op zich niet onze voorkeur hebben, want ik vraag me af of een gelijkvloerse kruising met de rails of dat met een spoor, of dat nog in deze tijd nog een verstandige keuze is.